Welkom terug. Vandaag krijgt Imara dus les van Oeshi Samtak. Nee, Oeshi Vrijtak. Wel Oeshi, hè? En jij hebt problemen met de contrabrug. Contra-hurkduik. Ja, dat zeg ik. En wat gaat er dan precies mis? Nou, ik draai niet snel genoeg en ik doe mijn hoofd ook naar achter en daardoor val ik plat. Dat hoort niet, hè? Nee, eigenlijk niet. Je moet eigenlijk zo recht mogelijk in de water komen met zo min mogelijk spetters. Waarom staan we eigenlijk hier? Nou, dit is de droogspringruimte en hier ga ik met Imara het voorbereiden. Juist, je ziet het, hè? Altijd doorvragen. Wil jij nog iets vragen? Hoeveel medailles heb je eigenlijk al? Dat had ik kunnen bedenken. Oké, nou, laten we beginnen. Oeshi Vrijtak heeft Duitse roots, maar komt sinds 2013 uit voor Nederland. Opnieuw een uitstekende sprong. In 2012 won ze al eens EK-zilver voor Duitsland. Nu doet ze dat dus ook voor Nederland. Imara, als je een goede vraag hebt, altijd gelijk stellen. Waarom liggen we hier? Juist. Omdat wij onze sprong gaan oefenen op het droge. Als jij je armen naar achteren doet, en dat is het begin van de sprong. Dan ga je een hurkje maken. We strekken. Armpjes bij je buikje. Maak je maar plat. Nu naar het water kijken. En dan je armen, zodat je in het water kunt induiken. Dit gebeurt in de lucht? Dit gebeurt allemaal in de lucht. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, heel goed. Als dit de plank is, dan ga je springen. En dan ga je delen. Met je hoofd op de rode landen. Ze moet ver genoeg van de plank wegspringen. Ja, anders komt ze op de plank. Ah, bijna. Hey, dat was... Ja, die handen. Als je landt, dan heb jij je benen bij je kuiten vast. Waar moesten je handen zijn? Hier. Bij je buik. Ja, juist. Nu gaan we dit schuimdingetje gebruiken. En dat doe je onder je kin. De vraag is waarom het is. Waarvoor is dat? Dat is goed, dat is een goede vraag. Dan moet je vasthouden, dan blijft je hoofd op de goede positie zitten. Nou. Hey, supergoed. Waarom leg jij je body warmer aan? Omdat als ik plat val, dat ik toch een beetje bescherm. Ja. We gaan eerst even een contra-hurkduik doen. En dan kan ik zien wat er allemaal gebeurt. Precies wat ik dacht. Wat ging er nou mis? Ze deed dus haar armen niet tot aan haar oren. En daarna liet ze ook haar benen vallen. Ze moet haar voetjes naar het plafond brengen. Dat zag er niet uit, eigenlijk. Ik wil hem jou eens een keer zien doen. Ja. Nee, dat wil niemand. Je gaat hetzelfde doen, alleen ik trek je naar voren. Gewoon hetzelfde gaan doen. 1. Ik trek haar heupen naar boven, waardoor ik hoop dat ze haar voeten naar het plafond gaat trekken. Door middel van dit touw. Dat je zo doet, zo, gaat je heup omhoog. Ha, kennis is alles, mensen. Je benen naar het plafond duwen, hè? Zwaar. Bodywarmer is zwaar. Ja. Zullen we een keer zonder bodywarmer doen? Misschien is dat wat makkelijker voor jou. Duw die voetjes eens naar het plafond toe. Ja. Hé, die was al veel, veel beter. Hey, kijk eens aan. Dat is hem, hè? Ja, dat is hem. Hey, supergoed. Heel veel heb ik niet gedaan nu. Wij vonden het een fantastische constructuele verspringduik. Contra-hurkduik. Kennis is alles, hè, Ron? Ja. Ja. Imara, nu doen we het zonder touwtje. Precies hetzelfde doen als wat je net hebt gedaan, oké? Okay? Ah, bijna. Wil je nog een keer met de touw? Zonder. Dit is super. Dit is hem. Hey, supergoed. Een van de moeilijkste dingen is dat schoonspringen. En jij hebt het geleerd nu. Ja. Je probeert het nog eens. En als het je nu in de finale in één keer lukt, dan ga ik van die hoge en dan mag jij daar verslag van doen. Goeie doel. Dames en heren thuis, Imara gaat in de finale voor de contra-hurkduik. Gaat ze het redden of niet? We gaan het zien. En dan wacht je even tot ik weg ben uit beeld en dan begin je. Dan moet je niet filmen. Denk eraan, hè? Hoofd, armen en voetjes te volgen.
fantastisch. Leuk dat jullie hebben gekeken. Dit was Sepsport. Hey, wacht. Stop. Je moet nog naar 10. Nou, dat is een hele rare aanloop. Dat zien we niet zo vaak. Hier is Ron Boshart voor Nederland en hij staat klaar om te gaan springen. Weten jullie wat hij gaat doen? Hij staat klaar. Hij gaat springen. Daar gaat hij. Nou, dat was een hele aparte techniek van Ron. Bedankt voor het kijken. Doei!